Heb je wel eens dat je naar je partner kijkt en denkt: hé, dat is een hoed. Er is iemand geweest die had dat. Die zag zijn vrouw en dacht dat het zijn hoed was. Het boek van deze aflevering is The Man Who Mistook His Wife for a Hat van Oliver Sacks. En Oliver Sacks, dat ga ik nu even opzoeken, is volgens mij ook de inspiratie. Oliver Sacks is de neuropsycholoog geweest die de basis was voor de film Awakenings met Robin Williams en Robert De Niro. En deze man heeft in 1985 een boek geschreven en dat gaat over allemaal zaken die hij tegenkwam in zijn praktijk. Hij behandelde mensen waarbij in de hersens iets niet klopte. Dus dit boek staat vol met hele bizarre verhalen die je constant aan het denken zetten over dat stuk grijze massa dat we hier hebben, althans wat de meesten hier hebben. Dat is best een fascinerend orgaan. Waarom ik dit boek ooit gekocht heb, weet ik niet meer. Volgens mij las ik dit boek al net voordat ik ging studeren of tijdens mijn studietijd. Dus ik zal, nou ja, dan hebben we het alweer over het jaar 2000. Dus ik heb dat boek rond die tijd gekocht omdat ik ergens iemand er iets over zag schrijven. Zoiets, weet ik veel. Weet jij nog waarom je bepaalde dingen kocht in het jaar 2000 of 2001? Nee toch? Nou, niet zo zeuren dan. Alright, drie dingen die ik meeneem uit het boek. Nummer 1. It must be said from the outset that a disease is never a mere loss or excess. That there is always a reaction on the part of the affected organism or individual to restore, to replace, to compensate for and to preserve its identity. However strange the means may be. En dat is eigenlijk de essentie van dit boek. Als je dit boek leest, wat je aan het einde vooral beseft, is dat de flexibiliteit van je identiteit is enorm. Mensen zijn enorm goed om zich aan te passen aan omstandigheden. Het brein, het orgaan dat we hier hebben, is in staat om heel veel te compenseren. Dus wat hem fascineert, en dat komt ook terug in al die verhalen, is niet zozeer, nou, hij noemt dat dan loss or excess. Dus je krijgt of minder breinfunctie, er valt een bepaalde functie uit waardoor er iets raars gebeurt, of er komt juist iets wat in hyperdrive gaat, waarbij een bepaalde functie overpresteert, zeg maar, te veel toeren gaat draaien. Maar ongeacht wat er aan de hand is hier, de menselijke geest is altijd in staat om zijn eigen identiteit aan te passen en te zorgen dat er een soort normalisering ontstaat van zijn leven of haar leven. Striving to preserve identity is eigenlijk de essentie van het mens zijn. We proberen altijd onze identiteit te bewaren. Wat er ook gebeurt, wat de externe omstandigheden ook zijn, of wat de interne omstandigheden ook zijn. Je hebt altijd een soort sense of identity. En dat is echt waanzinnig om te lezen. Hoe mensen in staat zijn om te compenseren voor de meest afschuwelijke hersenbeschadiging. 2. Tegelijkertijd besef je bij het lezen van het boek ook hoe precair die hersens eigenlijk zijn. En hoe weinig we van dit orgaan weten en hoe het functioneert. Wel meer dan in 1985. Maar alsnog, er kan best veel misgaan hier. Dus als je een hypochonder bent, moet je niet dit boek gaan lezen. Het is eigenlijk, komt het neer op de vraag, als je gek bent, weet je dan zelf dat je gek bent? Hoe kun je dat vaststellen vanuit jezelf? Weet je niet, omdat, punt 1, je probeert altijd je identiteit te bewaken. Zo is er hier een geval wat hij behandelt van een vrouw. She has totally lost the idea of left, both with regard to the world and her own body. Dus die vrouw, links bestaat niet meer voor haar. Blijkbaar kan dat. Blijkbaar kan er hier iets uitgaan waardoor links niet meer bestaat. Dus die vrouw, als ze een bord voor zich had en ze ging eten, dan at ze alleen de rechterhelft van de bord op. Of als ze zichzelf ging opmaken, maakte ze alleen de rechterhelft van haar gezicht op. Ik denk dan? Hoe kun je dan niet zien, visueel kan de ogen werken gewoon, maar in de hersens gaat er iets fout. Dus toen ze op een gegeven moment besefte dat ze dat had, en ze weet bijvoorbeeld, er ligt iets voor mij, maar het ligt blijkbaar links, dus ik zie het niet, of ik registreer het niet, dan ging ze een rondje draaien naar rechts, tot het in haar gezichtsveld kwam, omdat het dan weer rechts ligt. Ja, ik wist niet dat dat blijkbaar een knopje of een draadje was dat hier uit of aan kunt, dat je links niet meer beseft. En zo zijn er talloze van dat soort verhalen in het boek. Dat je denkt, oh, die hersens die zitten zo complex in elkaar dat er met een paar kleine wijzigingen toch best wel wat mis kan gaan. Dus waar je aan de ene kant denkt bij het lezen van het boek, wat zijn mensen fantastische wezens en in staat om zich aan te passen aan de meest bizarre omstandigheden, denk je ook, ik ga alleen nog maar met een helm op rondlopen. Okay, dit boek bestaat uit een aantal delen. In deel 1 gaat het vooral over hersenaandoeningen waarbij er een functie verliest. En in deel 2 gaat het over hersenaandoeningen waarbij juist de functie in hyperdrive gaat. Daarover zegt hij: this danger is built into the very nature of growth and life. Dus de danger dat iets te veel toeren gaat draaien. Growth can become overgrowth, life, hyperlife. All the hyperstates can become monstrous, perverse, aberrations, parastates.
Hyperkinesia tends towards parakinesia. Abnormal movements, chorea, tics. Hypergnosia, ik spreek dit waarschijnlijk allemaal verkeerd uit, vergeef me. Readily becomes paragnosia. Perversions, aberrations of the morbidly heightened senses. The ardors of hyperstates can become violent passions. Dat vond ik ook wel interessant. Het is niet zozeer dat er iets kapot kan gaan, maar er kan ook iets in een soort hyperdrive komen. En dat heeft weer allemaal andere oorzaken. George Eliot, die quote hier en die zegt dat je je dan dangerously well voelt. Je voelt je fantastisch, maar je hebt ondertussen niet door dat er een bepaalde functie helemaal over de toeren gaat in je hoofd. Nogmaals, lees dit boek niet als je een hypochonder bent. Maar als je, zoals ik, gefascineerd bent in gewoon mensen, hoe mensen werken, hoe mensen doen, dan is het interessant om deze extreme uitzonderingsgevallen te lezen. De taal is wat uitbollig. Het is natuurlijk een neuropsycholoog, een wetenschapper, plus geschreven in 1985. Waanzinnige verhalen staan hierin over, ja, over ons, over mensen. Dus heb je zin om een boek te lezen waarbij je even diep de neuropsychologie induikt en echt even bezig gaat met wat die hersens van ons allemaal kunnen en ook niet kunnen? Lees dit boek. Ik zeg, to book, behalve als je een hypochonder bent, dan not to book. Ik zie jullie de volgende keer weer en ik ga even een helm kopen. Ciao!